Tegeltjes, wijnflessen, vaantjes, schoenen en aanzichtkaarten. Jan Hendricks uit Elst heeft het allemaal. Hij verzamelt namelijk alles rondom de Nijmeegse Vierdaagse. Eén kamer in zijn huis is volledig gewijd aan zijn verzameling, waarmee hij een aantal jaren geleden is begonnen. Ik ben begonnen met de verzameling in 2003. Toen lag ik in het ziekenhuis en daar kwam een goede wandelvriend van mij. Die kwam met een tegeltje met de Elster Toren, de eerste dag van de doorkomst. En ik wist van het bestaan van de tegels. Zodoende ben ik, toen ik eenmaal thuis was uit het ziekenhuis, met mijn zoon naar Nijmegen, naar het Bondsbureau gegaan en heb daar nog 6 tegels gekocht. En dat was het begin van de verzameling. We kwamen toen regelmatig op rommelmarkten en verzamelbeurzen. Ja, en daar zag je toch het een en ander. Toen zag ik ook dat het dus veel meer was dan alleen maar tegels en borden. Toen kwam ik in contact via een advertentie die wij mochten zetten in regionale dagbladen met een meneer Banning, wijlen meneer Banning. En die heeft mij enorm op de rit gezet. De Vierdaagse, de eerste dag is de dag van Elst. Dus als klein kind gingen wij al kijken. Het is me eigenlijk met de paplepel is me ingegeven. En zodra ik mee mocht doen, ben ik mee gaan lopen. En het is elk jaar een vreselijk mooi feest. Ik verzamel eigenlijk te veel dingen om op te noemen. De verzameling bestaat uit aanzichtkaarten, tegels, borden, lepeltjes enzovoort enzovoort. Speciale items van mijn verzameling is deze groepspenning. Die is uitgegeven na afloop van de eerste Vierdaagse in 1909. Die werden uitgereikt aan de groepen militairen. Een ander speciaal item, dat is een Maggi aanzichtkaart. Daar ben ik nog naar op zoek naar een aantal van die kaarten. Dat is moeilijk aan te komen. Dan heb ik hier nog een item. Die is al bestemd voor volgend jaar, voor 2017. Die komt van Leo Verhees af, de welbekende Nijmegenaar die vroeger de stand bemande van de Vierdaagse, van de souvenirs. Dan heb ik daar de welbekende tegel waarmee mijn verzameling is begonnen. De Toren van Elst, 1972, die een vriend van mij gaf toen ik in het ziekenhuis lag. En daar is eigenlijk de hele verzameling.